Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 9 september. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Vandaag op de planning eventjes de woonkamer. Ik ga jullie daar even niet bij zitten, want ik ga er even snel doorheen. Want ik moet straks boodschappen doen. En daarna ga ik met mijn coach bij me. Ik doe wat eten, heel gezellig. Ik ga jullie wel even mijn outfit laten zien. Want ik ben vandaag weer compleet anders dan gisteren. Vandaag heb ik deze hele fijne broek aan van de Lidl. Dit is echt mijn all-time favorite. Deze broek die blijft ook gewoon goed zitten na het wassen. Hij zit gewoon lekker strak. Hij zit heel erg mooi. Die andere broeken die worden wat wijder na het wassen. Dat is heel gek. Ik heb mijn trui aan van Serieus. Want het is zulk lekker regenweer. Ik dacht het kan gewoon. En ja, dat is mijn outfit voor vandaag. Doe ik er eventjes wel. Ik wilde eigenlijk heel graag mijn sneakertjes aandoen. Maar het regent, dat vind ik niet zo'n goed idee. Dus ik doe gewoon even wat laarsjes aan of zo. Gisteravond heb ik nog een heerlijk drankje gedronken. Ik had Apple Bandit. Ik ben normaal iemand die niet heel veel drinkt. Ik ben ook heel eerlijk. Ik heb een geel stickertje op mijn medicatie. Wat inhoudt dat je moet uitkijken met rijden en alcohol. Dat moet natuurlijk altijd. Maar met zo'n stickertje moet je daar even extra aan denken. Omdat je reactievermogen kan verminderen. Maar goed, dat is voor mij eigenlijk niet van toepassing. Omdat ik toch altijd als ik wat drink ben ik thuis. Of ik rijd met mensen mee. Dus dat betekent, daarom drink ik ook niet heel vaak. Weet je, ik drink gewoon met mijn verjaardag drink ik wel vaak op de avond ervoor drink ik een drankje en op de dag zelf. En het is met kerst en oud en nieuw. Dus ik drink misschien in het jaar ja, een drankje of 6, 7. Op alcoholisch gebied, maar het zit er dan wel weer een paar maanden tussen. Ik vind het heel lekker dan. Ik had het nu echt al een hele tijd niet meer op. Een alcoholisch drankje, daar kan ik er ook echt van genieten. Maar ik kan prima buiten, weet je. Ik vind een colaatje of een ander gewoon iets niet alcoholisch vind ik gewoon ook net zo lekker. En nu ga ik gewoon ook weer eventjes, misschien zondag nog, omdat ik dan echt mijn verjaardag vier nog een drankje. Maar dan drink ik ook gewoon weer een tijd niet. En ik word er ook niet anders van. Ik blijf er heel normaal door. Ik ben ook nog nooit dronken geweest in mijn leven. Dus wat dat betreft denk ik dat ik het netjes doe. Maar ja, ik ben daar wel gewoon heel eerlijk in. Maar ik heb daarvan genoten. Ik heb Frank en Rogier check ingekeken. Ik moet wel zeggen, Rogier heeft wel heel erg de broek aan. Dat vind ik wel een beetje jammer. Want alles waar Frank mee aankomt, dat krijgt hij af. En, oh nee, vind ik veel te burgerlijk. Weet je, zo gaat dat dan. En dan denk ik van, ah, doe gewoon eventjes normaal. Doe ook gewoon leuk. Kijk gewoon echt wel naar elkaars plannen of ideeën. Maar dat is ook gewoon zo, weet je. Hij heeft vaak heel veel ideeën. En dat is voor een leek als ik. Is dat gewoon sowieso niet herkenbaar. Omdat ik niet in die wereld zit. Dus vaak denk ik, ja, klinkt leuk zijn stijl. Maar wat je ermee bedoelt. En met zo'n moonboard kan ik ook heel weinig. Dus dat heb ik gekeken. Daarna heb ik Getekend voor het Leven gekeken. Was ook wel een mooie uitzending. Ook wel heftig. Toen heb ik de laatste aflevering van Marcella gekeken van seizoen 1. Ik ga vanavond wel in de cover kijken. Dat kwam eigenlijk, ik had er gisteren over met Nathalie, die had het al gezien. Dus ik vroeg aan haar, wat vond je van de eerste aflevering? Dus zij zei ook van, heb jij het al gezien? Ik zei nee. Nou zegt ze, ik kan er eigenlijk niet veel over vertellen, want anders ga ik spoileren en dat wil je niet. Maar het was wel heel spannend en er gebeurde iets heel spannends al in aflevering 1 met een van de hoofdpersonen, zei ze. Dus ze zei ook van, misschien kan je het beter wel gaan kijken, want mensen gaan spoileren. Hè, eerdags komen misschien de spoilers online. Dan heb jij het nog niet gezien. En dan weet je wat er gaat gebeuren. Ik zei ja, dat heb je wel een goed punt. Dus ik ga vanavond aflevering 1 kijken. En dan ga ik morgen weer verder met Marcella van seizoen 2. Dus dat ga ik vanavond doen. Daarna heb ik dan Rex even gekeken. Dus het was een prima avondje. Ik heb mijn vlog is helemaal af. Ik heb nog wat aan de foto's gewerkt. Maar dat kreeg ik niet helemaal af. Want het zijn een beetje lastige foto's. Dus dan ga ik helemaal tussen in de reclames vanavond mee verder. Maar het was eigenlijk een hele fijne avond. En ik heb mijn verjaardag goed kunnen afsluiten. Dus dat was top. Nu ga ik even wat doen. Zoals ik al zei, ik zet jullie niet bij. Misschien dat ik nog eventjes wat film als ik onderweg ben naar McDonald's in de auto. Misschien dat ik dat nog even doe. Maar ja, weet je, het schoonmaak is toch elke week hetzelfde. Dan kan ik er nu gewoon even snel doorheen. Sorry, ik zit ondertussen met dat draadje van mijn camera te draaien. Heel irritant. Dus dat is even de planning. En dan zie ik jullie gewoon weer als ik sowieso natuurlijk weer thuis ben. Maar ik ga dat nu eventjes doen. En dan ja, ben ik straks klaar. En dan kan ik even de boodschappentassen pakken. En ik moet best wel veel boodschappen doen voor mijn verjaardag. Dus ja, we gaan even wat doen. Een woonkamer verder. Ik
zit nu even aan een colaatje en ik wacht tot mijn coach komt. Het is dus, 3:55, dus die komt zo meteen. En ik heb alles gered. Ik had net wel weer een wesp in huis, dus die heb ik net ook even doodgeslagen. Ik had het een beetje eng, maar hij is dood. Dus de kattenbak is uitgeschept, zit er nu gelijk weer eentje op. Ik heb even lekker gedweld en alles afgenomen. Ik vind het altijd wel lekker, dus dat is in ieder geval klaar. Dus nu kan ik met een gerust hart boodschappen gaan doen. En dan straks even wat eten. En ik krijg als goed is een gratis ijsje van McDonald's, omdat Christy jarig was. Dus ja, ik ga even mijn schoenen aan doen. Ik ga even mijn sokken weer aan. Die heb ik uitgedaan met schoonmaken, omdat ik alles natte voeten kreeg. Dus ja, alles is weer verder klaar. Dus het is wel heel erg lekker. Ik heb mijn was er ook even opgevouwen. Ik had er nu geen was op staan, dus ik dacht, nou, ik zet hem wel hier neer. Dat is prima. En ga ik even wat drinken en dan ga ik straks die kant op. Dus dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Ik ben weer thuis. Ik vlog even op de slaapkamer, want ik ga even douchen. Ik heb mijn boodschappen gedaan. Ik heb net heerlijk bij McDonald's gegeten. Ik was echt intens genieten. Het was echt heel erg lekker. Het is wel een beetje gek, moet ik zeggen, nu met coronatijd, hoe dat allemaal gaat. Want ja, de gegevens die je moet invullen. En je moet eerst verplichte desinfectie doen en dat is allemaal prima. Maar het zal wel eventjes wennen. Maar oké, okay, en dan een andere uitgang. Dus, maar het was op zich prima te doen. Ik heb heerlijk gegeten. Ik heb een volle buik en ik heb ervan genoten. Ik ben een beetje nat geregend. Ik heb het nu ook heel erg koud. Dus ik ga lekker even warm douchen. Dan ben ik klaar voor goede tijden. En dan kijk ik vanavond Steenrijkstraat, Arm en Obese. Ik neem even Ranking with the Stars op. En het programma met Ewout. En dan kijk ik later vanavond eventjes Undercover. En dus naar Rex. En ik ga de vlog even klaarzetten. En ik ga eventjes lekker de foto's verder bewerken voor het artikel om die af te krijgen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Laat ik jullie morgen even de boodschappen zien. Ik heb al heel veel opgeruimd. Maar even nog een paar dingen die ik nog wel even wil laten zien. Want ik heb gehaald voor de verjaardag. Maar dat komt al morgen even. Want dan kan ik nu even lekker warm douchen. Er is ook wel een katje aan het miauwen die graag wil dat ik kom. Omdat ik nu wat langer ben weg geweest. Ik kom, Nicky. Dus dat ga ik eventjes doen en dan zie ik jullie morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 10 september. Ik ben klaargemaakt. Het is altijd een beetje een dubbele datum voor de familie. Het is de sterfdag van mijn opa vandaag. Het is inmiddels al wel weer 9 jaar geleden. Dus ik ben er nu wel wat minder mee bezig als in de beginjaren. Maar dat was toen vooral heel moeilijk omdat het zo kort na mijn verjaardag was. Hij had me op mijn verjaardag nog gebeld. En 2 dagen later was hij er niet meer. Ik was toen 20. En vooral de eerste jaren daarna heb ik dan heel veel vragen gehad. Waarvan je weet dat ze nooit beantwoord zouden meer worden. En die niemand ook kon beantwoorden meer. Omdat dat gewoon niet meer te traceren was. En ja, dat was toen wel vreemd. Maar ik merk wel, nu het wat langer geleden is, ben je er wel wat minder mee bezig. Dat denk je natuurlijk wel aan. Maar goed, vandaag eigenlijk niet heel veel op de planning. Ik wil even wat aan mijn administratie doen. Die wil ik even wat gaatjes in maken. Die even in de mappen doen. Ik wil even wat bird journalen. Maar ik heb eerst straks om 1:30 ook therapie. Dus nou, ik kijk wel even hoe het verder loopt. Gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb Steenrijkstraat Arm gekeken. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik vond het een mooie uitzending. Maar het was niet dat het voor mij heel veel toevoeging had. En dat ik... Ja, ik heb wel eens mooie uitzendingen gezien. Het was gewoon mooi, maar het was niet heel bijzonder. Laat ik het daarop houden. Dus dat. Daarna heb ik Obese gekeken. Was ook wel mooi. Ik vond deze vrouw niet echt heel erg... Ja, het valt denk ik wel onder Obese. Maar ik vond haar niet super zwaarder uitzien. Ze woog 123 kilo. Ze had het wel heel goed gedaan, want ze woog uiteindelijk 78 kilo of zo.
Dus ze had echt ruim de doel gehaald. Dus dat was wel heel knap. En je zag ook echt heel veel verschil. Ze was ineens heel slank. Maar net wat ik zeg, ik vond haar daarvoor al niet super dik of zo. Weet je, je hebt soms zelfs mensen die, daar zie je gewoon duidelijk aan van, oké, die heeft echt wel obese. Maar dat had ik bij deze vrouw totaal niet. Dus dat heb ik gekeken. En ik ben bezig geweest met mijn artikel, wilde allemaal niet echt vlotten. Dus dat heb ik uiteindelijk wel afgekregen, de vlog is ingepland. Maar het was gewoon even allemaal niet zo lekker zoals ik het wilde. Ik heb ook de eerste aflevering van Undercover gekeken. Inderdaad, er gebeurt wat heftigs in aflevering 1. Maar het was nou niet dat ik zei van, wauw, het is weer terug. Het moet nog wel even komen. Ik hoop wel dat ik dat nog ga krijgen. Want dat had ik bij aflevering 1 uit seizoen 1 wel direct. Ik had gelijk, oh ja, dit vind ik een toffe serie. Maar de eerste aflevering van seizoen 2, dat viel me eigenlijk nog een klein beetje tegen. Ik vond echt een beetje moi. Ik ga verder niet spoileren. Want misschien ben jij zelf iemand die dit ook wil gaan kijken. Dus dan moet je dan zelf maar achterkomen als je dat wil. Maar nee, het was voor mij niet. Het had niet de wow-factor, absoluut niet. Ik heb ook Rex gekeken, dus dat was verder mijn avond. Ik heb wel een nieuw shirtje aan van de Aldi. Die vind ik wel heel leuk. Die zal ik even laten zien. Dat is die witte. Hij is wel heel gekreukt. Hij moet eigenlijk even gestreken worden. Maar ik vind hem wel leuker dan gewoon met zo'n touwtje. Dus hij is verder prima. Verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Ik moet niezen. Het wil niet. Hij is fijn. Oh ja, daar kwam die. Ik zal jullie even wat boodschappen laten zien die ik had gedaan. Ik heb al heel veel opgeruimd, maar er zitten nog wel wat dingen in de tas. En dan ga ik daarna even stofzuigen en wat dingen doen. Dus dat zal ik eens even doen. Oh, verschrikkelijk dit. Ik begin maar even bij deze tas. Ik heb vooral veel dingen gehaald voor de verjaardag. Ik heb kattenvoer gehad. Ik heb het nu een keer bij de Aldi meegenomen. Want ik had eigenlijk niet zo zin om naar de boni te gaan voor alleen kattenvoer. Ook bij de Aldi heb ik chocomel gehaald. Omdat ik daar nu toch was. Ik heb kipstrips gehaald. En ik hoorde mijn moeder hier al over dat haar kat het heel erg lekker vindt. En die pakte ook op een gegeven moment zelf het zakje. Die maakte ze open en die ging die kipstrips eten. Ze hadden helaas maar één pakje. Ik had er ook graag een voor mijn moeder mee willen nemen. Maar ze hadden er maar één. Dus als ik daar weer een keer kom en ze hebben ze weer, dan helpt de poesje te goed. Dan heb ik een zakje chips gehaald voor zondag. Ik heb nibbits gedaan. Ik dacht een keer wat anders. Ik weet niet of iedereen het lekker vindt, maar oké. Wat ik ook bij de Aldi heb gehaald is deze Robijn wasverzachter. Deze was 2 euro. Dit is Spa Sensation. Deze komt uit de Collector Collections. Maar hij was dus maar 2 euro. Dus daarom heb ik hem meegenomen. Bij de Lidl heb ik even waddenschuifjes meegenomen. 2 flessen Hugo. Rosé. Ik heb pleisters. Want ik wilde elke keer pleisters kopen. En elke keer vergat ik het. Toen zag ik bij de Lidl pleisters. Ik dacht, nou prima. Vind ik toch wel handig om in huis te hebben. En weer eventjes koffiepads, want ze hadden weer de XXL weken. En dan heb je een hele grote zak van 46 pads. Dus dat heb ik even gehaald. En er zitten nog wat dingen in de andere tas hoor. Maar ik doe dit intussen even terug. Want het moet straks even opgeruimd worden. Dus dat. Even door naar de andere tas. Ik heb bij de Zeeman even een kaart gekocht voor mijn oma. Want ik wilde eventjes een kaartje aan mijn moeder meegeven. Anders had ik hem opgestuurd. Maar mijn moeder komt nu zondag, kan ik hem meegeven. Normaal haal ik kaartjes vaak bij een ander winkeltje. Maar die hadden geen blanco kaart. En ik wilde gewoon een blanco kaart. Ze hadden allerlei kaarten met teksten, maar geen blanco. Er staat in de binnenkant ook hele mooie bloemen. Die ga ik even schrijven en die ga ik dan meegeven. Ik heb daar ook nog een setje ondergoed gehaald. Met streepjes. Ja, gewoon leuk. Weet je, ik laat het normaal niet echt zien, maar nou ja, en deze erbij dan. AliExpress pakketje. Ik heb boontjes bij de Plus gehaald. Ik heb 2 Radlers gehaald voor Nathalie 0.0, omdat ze met de borstvoeding mag ze eigenlijk niet echt alcohol. Dus ik neem maar 0.0 mee.
nieuw wc-blok. Want ik zag dat mijn wc-blokje, die was op. En ik had geen nieuwe meer liggen. Dus ik heb deze gehaald. Zit Danny in. Hij is gewoon van het eigen merk. Dus ik vond het even prima. Wat ik ook even heb gehaald, dat zijn keukenpapier. Het zijn maar 2 rollen. Ik zag de andere rollen niet. Dus nou ja, dat even. Ook voor Nathalie nog even kassen. Dan kan ze een beetje afwisselen met wat ze wil drinken. Pakje wijn. Alles voor de verjaardag. Dan heb ik ook nog frietsaus in de aanbieding. Een fles met dikke bleek. Dik bleek. En het laatste heb ik even nog koffiecupjes in de aanbieding. Dat waren de boodschapjes van wat er nog in de tas zat. Die wc-blok die wil ik er straks direct in hangen. Ik ga het even terugsteken. Dat vind ik zo vervelend als ik geen blok heb in de wc. Want dat ding, ik had heel leuk dat ding gehaald, een paar weken terug. Ik zal mezelf even filmen hoor. Dat blokje wat nu op het plankje staat, maar daar ruik je niet heel veel van. Dat valt een beetje tegen. Dus ja, als je hem echt eraf had en eruit, ruik je de geur. Maar hij ruikt niet echt in de wc. Maar dat komt misschien toch ook omdat de douche erbij in zit. Ik ga nu even stofzuigen en alvast even wat dingen klaarzetten. En dan ga ik even wat aan de administratie doen. Ja, de camera was natuurlijk weer leeg, de batterij, dus ik heb jullie er even heel kort bij gezet, maar hij begon al vrij snel te knipperen. Ik had er niet aan gedacht om hem op te laden, ik wist niet dat het alweer zo snel eruit toe was, maar oké, ik ga hem straks opladen en dan kan ik morgen gewoon voor jullie filmen. Het is wel vervelend, ik ben een stukje van mijn gellak verloren. Toen ik mijn map teruglegde, je kunt het heel goed zien. Ik heb er nu gewoon een kleurtje overheen gedaan die een beetje gelijk is. Maar je ziet echt wel kleurverschil. Dus ik heb dat er even op gedaan. Maar ja, van het weekend moet het er toch weer af. Maar dat was even jammer dat het verloren ging. Maar ja, dat gebeurt soms. Ik heb het meeste nu gewoon netjes weer georganiseerd. Maar ik moet echt die map een keer gaan uitzoeken. Ik denk dat er een heleboel door de versnipperaar kan. Maar daar had ik nu niet zoveel zin in. Ik ben nu ook best wel een beetje moe. Ik heb therapie gehad. Ik heb nog even wat aan mijn bullet journal gedaan, maar ook niet heel erg veel. De katten hebben nu net gegeten, dus eigenlijk allemaal prima. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en ik ga eten. Ik heb gewoon zo'n grote schnitzel van de Aldi, dus prima. Niet al te moeilijk eten, dus dat is ook wel lekker. Vanavond ga ik kijken naar Chantal komt werken en Martine. Chateau mijn land. En ik ga verder met Marcella seizoen 2. En ik moet eigenlijk nog even kijken naar een andere serie. Omdat ik nu door Smeerders heen ben. Feuten lijkt me op zich ook wel leuk. Maar dat moet ik nog even kijken. Ik moet dus even gaan kijken wat ik leuk vind. Dus daar moet ik nog even naar op zoek. Voor de rest moet ik vanavond gewoon mijn foto's bewerken voor mijn artikel. Dus voor morgen. Niet een hele spectaculaire avond, maar wel lekker even rustig. Ik ga jullie dan gewoon morgen weer zien, meer met een opgeladen camera. Want ik ga nu gewoon echt niks meer doen, want ik ben gewoon echt heel erg moe. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 11 september. Ik ben klaargemaakt en ik heb vandaag een nieuw shirtje aan van de Hema. Ik vind hem wel heel leuk, moet ik zeggen. Kijk, die mouwtjes vind ik ook wel heel grappig zo. Dus dat kan prima. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Chantal komt werken. Dat was wel heel leuk. Chateau Meiland. Ik heb de foto's bewerkt. En daarna heb ik weer Marcella gekeken. En ik ben begonnen met feuten. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Ik vind het best wel heftig.
Maar ik heb pas 2 afleveringen gezien. Dus ik wil het op zich wel even een kans geven. Een aflevering duurt maar... Oh. 26 minuutjes. Dus nou ja. Gewoon eens eventjes kijken of het wat is. Ja, en als het niet mijn ding is, dan houdt het op. Vandaag... Ik wil sowieso even bullet journalen. Ik wil even wat dingetjes opruimen. Ik wil even een handwasje erin doen. Ik moet eigenlijk ook nog een gewone was draaien. Het huishouden is weer eventjes wat minder. Nou ja, het schoonmaken gaat op zich prima. Maar het is even wat minder omtrent de was en zo. Daar loop ik altijd heel erg in achter. Ik weet niet wat dat toch altijd bij mij is. Maar nou ja, in ieder geval even handwasjes erin doen. Even wat dingen opruimen. Ik heb net even wat dingen in de slaapkamer opgeruimd qua make-up. Wat ik niet meer nodig had. Eén deze dagen. Dus het is allemaal weer terug op zijn plek beland. Ik moet er nog even wat dingetjes naar boven. Mijn UV-lamp staat er nog van mijn nagels. En nou ja, dat soort dingetjes. Die moeten even naar boven. Dus op zich ook niet heel veel bijzonders. Maar het is altijd wel fijn als het even opgeruimd is. Ik heb net even lekker geknuffeld bij mijn vriend Tijger. Tijger! We hebben lekker geknuffeld net, hè? Dat was leuk, hè? Tijger wil altijd knuffelen als ik uit bed kom. Dan komt ze echt zo helemaal tegen me aan liggen. En dan moet je er aaien. Dat is altijd wel even gezellig. Muis is er ook, hè? Hey. Muis. Muis ligt lekker even op de bank. Ja, jij bent er ook. Maar ze hadden jou toch al gezien? En Mickey is boven. Dus, ik wil alvast even de groenten gaan afhalen. Daarna zal ik even stofzuigen en de kattenbak weer even scheppen. En even de groenten afhalen, even die dingetjes naar boven doen, het handwasje erin doen. En daarna ga ik gewoon even bullet journalen. Het is op zich ook niet een hele spannende dag, maar morgen heb ik een wat drukkere dag. Omdat ik dan morgen de foto's moet maken, omdat dat zondag niet gaat. Dus op zich vind ik een beetje een rustigere dag ook wel lekker. Ik heb het alleen toch een beetje frisjes met dit shirt aan, maar dat geeft niet. Van de week wordt het natuurlijk weer wat warmer. Nou, daar kijk ik helemaal niet naar uit. Gelukkig is het maar een dag of 3. Maar het klimaat van Nederland, het is wel heel erg achteruit gegaan. Ja, verder heb ik eigenlijk ook niet heel veel te vertellen. Er is weinig gebeurd in de tijd dat ik de camera er niet heb bijgepakt. Dus... ja, ik kan ook niet elke dag natuurlijk van alles te vertellen hebben. Dus ik denk dat ik gewoon even aan de gang ga. En dan zet ik jullie er straks met knutselen gewoon eventjes bij. Want ja, ik heb verder gewoon echt heel weinig te vertellen. Dus ik ga even wat doen. Ik heb net de katten eten gegeven. Die zijn nog even de bakjes wat aan het uitlikken. Dit is ook zoiets. Altijd als ze gegeten hebben, gaan ze direct naar de kattenbak. Ik heb er nu weer eventjes alle viezigheidjes zijn eruit gehaald. En eventjes wat nieuw grit erbij. En het is weer feest. Ja, ik heb de doodles bijna afgekregen. Dan kan ik eigenlijk met de doodles van september. Want ik loop zo achter. Maar ik had niet zoveel zin om te tekenen en te kleuren. En ja, ik weet niet. Ik ben een beetje inspiratieloos. Maar oké. Ik heb even de kaart voor mijn oma geschreven. En ik lag gisteravond in bed. Toen was ik al aan het nadenken. Wat ga ik in die kaart zetten? Want beterschap hoef ik er niet in te zetten. Want het gaat gelukkig eigenlijk heel goed. Ze heeft nu wel de plekje gevonden. Ze heeft sinds gisteren een andere kamer.
En ze mag nu ook met de mensen gezellig eten. Dus gezellig met de mensen mag ze zijn. Dat is gewoon super leuk. Want ja, ze moest natuurlijk eerst 10 dagen in quarantaine. En de quarantaine was afgelopen maandag voorbij. Dus ze kan nu gezellig ook met de andere mensen gezellig eten. En kan ze er gewoon bij zitten als activiteiten doen. Dus dat is super leuk. Vindt ze ook echt heel leuk. Mijn moeder had er even gesproken. Maar goed, ik zat dus even te denken. Wat zal ik in die kaart zetten? En uiteindelijk rolde er gewoon een tekstje uit mijn hoofd. Die ik op papier kon zetten. Vaak als ik er even over nadenk, dan weet ik het wel. Maar ik vond het een beetje lastig. Maar die heb ik in ieder geval ook geschreven. De handwas is klaar. Die hangt al aan het rek. Ik krijg een loopneus. Wat vervelend. En ja, ik heb even wat dingen opgeruimd. Ik had goed stof gezogen, maar er liggen nu alweer grietjes. Maar dat hou je gewoon met katten. Dus op zich eigenlijk een heerlijk middagje. Vanavond kijk ik even Ranking the Stars. Dat had ik opgenomen. Ik ga daarna denk ik even dat programma kijken van Ewout. Ik weet de naam niet precies. Ik moet ook nog een stukje van Commando's kijken. Dus misschien dat ik dat ook maar even ga afkijken. Verder rest moet ik de video editen. En heb ik een artikel die ik moet schrijven. Dan ga ik Marcella kijken en weer even feuten. Dus ja, het is een basic avondje. Straks lekker douchen, eten en dan ook de bank op. Maar op zich ben ik wel tevreden over vandaag. Ik ga nu lekker relaxen. Ik zie jullie dan gewoon morgen weer. En ja, morgen heb ik een wat drukkere planning voor mezelf. Maar daar horen jullie morgen wat meer over. Dus ik zou bij deze zeggen, ik zie jullie morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 12 september. Ik ben klaargemaakt. En vandaag op de planning is eventjes, ik wil zo eventjes een beetje vegen op het balkon. Dan even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. De kwasten wassen en even foto's maken voor mijn blog. Omdat ik dat morgen niet kan doen, omdat ik morgen mijn verjaardag vier. Dus dat is de planning. Dus op zich een drukke planningje. Maar is niet erg. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb even Ranking the Stars gekeken. Bureau 040. Vond ik een hele heftige. Ik vind hier al zijn ze meer met schieten en zo. Vorige week was ook best wel een beetje heftig. En deze vond ik ook wel wat heftiger. Ik heb het kleine stukje van Commando's even afgekeken. En Lieve Vrogers. En dat is een programma. Daar gaat de familie Vroger. Die gaat wensen van mensen uit laten komen. Ze krijgen een heleboel brieven. En dan gaan ze dan 2 brieven uitkiezen. Die ze die week gaan uit laten komen. Dus op zich best leuk. Ik heb Marcella gekeken. En ik heb Feuten gekeken. Ik heb de video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Dus op zich een productief avondje met lekker televisie erbij. Dus dat was wel fijn. Ja, voor de rest eigenlijk ook niet zo heel veel te melden. Ja, als er weinig gebeurt heb je ook weinig te melden. Ja, ik had nog wel een stunt. Ik was heel blij, want het lampje van mijn zouklamp die was kapot gegaan. En toen was ik dus boven en toen dacht ik, oh jippie, ik heb nog een lampje. Maar toen haalde ik dat lampje eruit en toen bleek het dus echt een heel klein lampje te zijn. Het is meer zo'n afzuigkaplampje die erin moest. Dus ik had helemaal niks aan die grote lamp. Dus ik dacht, oh chips. Dus toen dacht ik, oh dan moet ik even bij de Action Com zo'n lampje halen. Mijn moeder had er nog één liggen, dus die zou hem meenemen. Want ik kom over 2 weken weer bij de Action. Dus ja, ik vind het toch wel gezellig als die lamp ook weer aan kan staan. Dus ik mis het wel. Maar het is dan zo raar dat je dan denkt, oh, dit past. En dat komt helemaal niet, want die opening was ook veel kleiner. En toen ik het zag, wist ik het ook wel weer. Van, oh ja, dit was een heel apart lampje. Maar ja, goed. Dat was even jammer, maar niet heel veel aan te doen. Ik heb verder wel lekker gegeten. En ja, het was een prima avondje. Ik ga zo eerst maar even beginnen met het vegen. En dan kan ik daarna de kattenbakken doen en even stofzuigen. Dan zet ik jullie bij de kwasten en bij de foto's er wel eventjes bij, denk ik. Dan hebben we ook weer een keer wat anders. Dus ik ga even wat doen. En waar ik jullie bij kan zetten, zal ik jullie bijzetten.
Ik had net boven even alle spullen gepakt die ik nodig heb vanmorgen voor de verjaardag en wat koud moest. En toen was ik mijn telefoon kwijt. Toen heb ik even op mijn iPad zoek mijn phone gedaan. Dan gaat hij gelukkig een geluid maken. Dus ik heb hem weer gevonden. Dat was wel fijn. Maar ik wou je even spullen laten zien voor foto's. Ik ga deze losse powder van Max & More proberen. De matte variant in kleur 167 Soft Ivory. Wacht even. Ik draai even dit ding eraf. Het is toch even iets makkelijker. Dus die ga ik fotograferen. Dan heb ik hier van Soda een... een Time to Glow Glow Skin Finisher in de kleur 102 Glow Cream. Dan heb ik een aantal lakjes van een collectie van Catrice. En dat is de Nude. Dit zijn nude kleurtjes. Dit is de C05 Pale Pink. Het licht is niet echt lekker. Dan heb ik deze. Dit is C01 Delicate Pink. Deze C07 Tender Rose Gold. Die vind ik ook wel heel mooi. Deze C09 Illuminating White. En dan heb ik ook een aantal. Dan heb ik nog een nude. Dat is de C013 Passion Rose Wood. En dan heb ik drie neonkleuren. Die vind ik ook wel heel tof. Deze vind ik heel tof bijvoorbeeld. Dit is C04 Flashy Pink. Een paarse. C02 Power Purple. Purple denk ik. Een oranje. En dit is C06 Hot Coral. Dus ik ga hier even foto's van maken. Zal je er wel even bij zitten. En ja, dan gaan we dat eerst maar even doen. De situatie van mijn koelkast, die staat goed vol zoals jullie kunnen zien. Katten hebben net gegeten, ze hadden het voelen van de olie. Ik vind het wel heel lekker, merk ik. Het valt heel snel op. Dat viel goed in de smaak, dus nou ja, hopen dat het goed gaat. Vervelend is, ik ben een gellakje kwijt. Dus ja, is allemaal met foto's gegaan. Ging weer niet top, die foto's. Ze zijn weer niet helder genoeg. Ik moet er echt naar kijken. Ik ga ervan uit dat ze gewoon weer opnieuw moeten. Want ik ben niet tevreden. Ik ben daar... Ja, het komt bij mij heel precies. Maar ik merk ook, nu was het wat donkerder in huis. En dan... Ja, het wil gewoon even allemaal niet zo. Dus dat is een beetje balen. Ik heb gelukkig wel de kwasten dan lekker schoon. En alle dingen voor de verjaardag morgen in de koelkast. Dus dat is wel fijn. Maar ik baal dan wel een beetje van die foto's. Maar ik kan er niet zo heel veel meer aan veranderen. Was het nu ook wel zat... Steeds op de stoel, af de stoel. Ja, het kost gewoon even wat meer energie. Het is normaal niet zo erg, maar ja, ik weet niet. De laatste twee weken wil het gewoon niet echt vlotten. Maar goed, ik hoop gewoon dat mijn vader zou morgen even naar kijken. En dan hoop ik dat het wordt opgelost. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik Ik hou van Holland. En ik heb nog Meester Frank Visser opgenomen. Dat ga ik even kijken. Voor de rest kijk ik Marcella en Feuten. En ik ga alvast even met de vlog aan de gang. Dus met editen. Dus ja, verder geen spannende avond. Straks douchen en eten. En dan ga ik de bank op, want ik ben het zat. Tuurlijk, dan moet iedereen op de kattenbak. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch helemaal niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze
Zondag, het is 13 september en ik ben helemaal klaargemaakt, want ik ga zo mijn verjaardag vieren. Mijn zusje en mijn moeder die komen er zo al aan. De anderen komen om 1:30 of vooral geloof ik dus 1:30 en 2:00. Dus, maar ja, goed, verder gewoon helemaal klaar. Ik heb dezelfde outfit aan als afgelopen dinsdag. Mijn haren zijn dit keer iets minder goed gelukt. Dit plukje zit ook heel raar. Ik ga hem dus halen. Nee, dat ziet er ook niet uit. Wacht. Het niet maar. Ik heb gisteren lekker televisie gekeken. Ik hou van Holland. En daarna Meester Frank Visser. Ik heb de vlog al tot en met gisteren ook helemaal afgemaakt. Dus dat is ook wel fijn. En verder heb ik Marcella gekeken en Feuten. Het was op zich een prima avondje. Ik heb net stof gezogen. En ja, nu ben ik gewoon aan het wachten. Ik denk dat ik even de folders ga kijken. En ondertussen even mijn chocomel ga drinken. En dan wacht ik gewoon dat de zuiden zouden komen vanaf mijn oma. Bezoek was tot 12 uur. Meestal is het een half uurtje, 40 minuutjes zo ongeveer. Dus ik denk dat ze er straks wel zullen zijn. De stem die raakt een beetje weg. Ik ga kijken of ik nog wat kan vloggen vandaag. Ik weet het niet. Misschien dat Nathalie wat kan vloggen als ik cadeautjes uitpak. Maar ik moet even kijken hoe en wat. Ik moet natuurlijk ook oppassen. Lente is er ook bij. Dus we kunnen niet filmen omdat Lente niet echt in beeld mag. Maar goed, we gaan het wel even zien. Dus jullie zullen wel zien wat deze dag mij brengt. En ik zelf natuurlijk ook, want ik weet zelf ook nog helemaal niks. Dus ja, ik ga eventjes nog wat drinken en zo. En dan wacht ik tot iedereen er is. Ik ga niet naast de bank gaan zitten. Zou ik niet doen. Ja, gaat je naampje mee ook? En je weet dit. Goeie deur. Hé, je naampje. Ja, even een cadeautje uitpakken. Okay, en dan ook hier. Hier is van Anna. Oké. Ik heb het gewoon zo ingepakt. Hè? Dat is, ja. Maar je moet het wel openmaken, inderdaad. Ja. Ja. Hey joh. Ben je goed? Ja, ben je wel even geweest? Ja, de ene daarvan in de pijp wist ik niet. Ze kunnen dat amper in normale winkels kopen. Ja, precies. Daarna had ik opgezocht. Ja, letter aan jullie alle drie. Ik denk dat ik zo bieden het cadeautje na te vinden. Bedankt. Alsjeblieft. Als van je kaart het open is, dan kan je wel. Blijf zitten, dan is Ria verborgen. Oké. Ik richt op je handen. Ja, je mag hoor. Nee, ik ga niet ademen. Alleen je knie is in beeld, Ria. Vind je dat acceptabel? Ja, dat vind ik nog acceptabel. Het is een mooie knie. Wat was je ogen? Nee, dat was nog aan de media, Mark. Ja. Je hebt het niet gezien. Jawel, ik zag het juist. Hij is gewoon om de tuin geleid. Maar dat is bij jullie te verwachten. Ja, dat is waar. We weten nog hoeveel doosjes ik kreeg. Ik heb het ingepakt. Ja. Oeh, heel mooi. Nou. Ah, dat is wel zeker mooi, zeg. Heel leuk. Heel mooi. Bedankt, heel mooi. Zeker prachtig. Goed idee van mij. Ja, inderdaad. Goed idee van jou. Hij heeft even de wel gekregen. Dat vind ik heel leuk. Nee, mama mag niet onaardig doen, hè? Hé, hey, ik ben de moeder. Ik mag alles. Nee, dat is niet waar. Is niet nee? Nee. Wat mag ik dan niet? Nee, ik doe het even. Oh, hey. Oh maar... Als het een dwerg is, dan is het niet lelijk. Nee, dat is zo. Want ze is gewoon nog een dwerg. Oké, dit is heel goed ingepakt. Jij was het niet. Nee, ik heb hier niks mee te maken. Ja, hebben ze daar altijd zo mooi, niet speciaal of snijpapiertjes allemaal. Ja. Ze was heel goed in inpakken. Zo, gaan we even schil kijken. Even schil kijken.
Yes. Matjes! Ja! Oh god! Oh, oh heel leuk! Wie doen we dan aan doorbelletjes? Ja, er zijn twee. Wat? Voor allebei de oorbelletjes hebben we twee dingetjes gekocht. Twee eindjes. Leuk, opmerkzaam, hè? Ja, dit is inderdaad een yogamat. Jij bent camera. Nee, daar had ik van normaal voor. Maar waar is de gozer als je nodig hebt? Nee, dat had ik ook door gehad. Zo, het is nu bijna 6:00 en iedereen is net vertrokken. Ik heb de bril maar even opgezet. Ik kreeg ook een beetje los van mijn ogen. Ik zal jullie de cadeautjes van dichtbij nog eventjes laten zien. Het was heel gezellig. Ik heb niet heel veel gevlogd. Maar ja, het is toch lastig als er een paar mensen zijn die even niet op beeld komen. Ik moet even een slokje drinken, want ik heb heel erg dorst. Heel charmant dit. Ik heb niet zo heel veel gedronken vandaag. Het is hier echt nog een bende, dus ik moet zo opruimen. Maar ik zal eventjes nog laten zien wat ik had gehad. Van mijn moeder had ik een cadeaubon gehad van het kruidvat van 10 euro. Is altijd leuk om zelf wat voor te halen. Van mijn oma had ik geld gekregen. Ik heb twee deep cleansing peel-off maskertjes. Daar heb ik er dus eigenlijk vier van. Het is een dubbel setje van twee. Dat is altijd wel heel erg lekker. Dit zijn mask peel-off. Voor alle skin types. En volgens mij zijn het zwarte maskers als ik zo zie. Kijk. En ik had een setje van Boozy Shop gehad. Die zal ik ook even eruit halen. Ik had ook een chocoladeletter trouwens. Maar die hadden we allemaal gehad. Dus die had ze erbij gedaan. Nou ja, ik had nog iets heel erg. Wacht even hoor. Ik heb dit setje gekregen. Dit is de nieuwe. Kleuren. Dit is het Perfect Crease Duo setje. Die had ik gevraagd. Die wilde ik heel graag hebben. Dit is dan de nieuwe look. Tegenwoordig heeft Real Techniques nieuwe looks. En hier kun je dus echt de crease mee doen. En het wenkbrauw setje van Echo Tools. Die wilde ik ook heel graag hebben. Dus die heb ik gekregen. Hebben ze bij Boozy Shop gekocht. Want het zat in dit leuke zakje. Dat is altijd wel heel leuk. Ik ga dit eventjes terug doen. Zet ik jullie eventjes neer. Zal ik ook even laten zien wat ik van mijn vader en zijn vriendin had gehad. Dat was, Nathalie heeft dit een beetje mee geholpen. Want ze hadden wat dingen in hun hoofd. En toen zei Nathalie, dat is ook wel heel erg leuk. En dat hoort bij de sieraden. Ik hou natuurlijk heel erg van Zinzi. En ik zal ook even dit openmaken. Ik heb dus een setje met ringetjes. Dit zijn deze ringetjes. Die heb ik gehad. Dit zijn wat kleiner. Ik had zelf wat grotere. Maar je kunt hier dus hangertjes aan hangen. Dat wist ik helemaal niet. Ik heb er dus ook hangertjes bij gekregen. Ja, als ik ze helemaal in heb, zul je het ook beter zien hoor. Maar nou, volgens mij zit het helemaal niet goed. Waarom wil het niet? Oh, hij zit. Dus die. En daar heb ik dus hangertjes bij. Dat lukt niet zo goed met één hand. Ik had er al een beetje moeite mee. En dan deze hangertjes samen. Die doe je dus aan het oorbelletje. En dan heb je gewoon hangertjes. Ik hoop dat hij het een beetje goed laat zien. Dat is heel leuk ook. Heel blij met alle dingetjes weer. Gewoon echt leuke cadeautjes gehad. En ik heb er ook echt heel veel aan. Dus dat is wel super leuk. Ik ga nu eventjes lekker douchen en opruimen. Dan ga ik straks even een stukje Studio Sport kijken. Want Ajax heeft vanmiddag gespeeld en die hebben wel gewonnen. Dat weet ik al. Maar ja, nu heb je ook volgens mij wel je Studio Sport. Ik zal eens even nakijken. Ik weet eigenlijk niet. Ik zeg wel leuk, ik ga Studio Sport kijken. Misschien is het er wel niet eens op. Even kijken. Komt de Studio Sport op? TV Gids. Ik ga sowieso straks weet ik veel spelen. En vanavond heb ik nog Van God los. En ik heb Marcella. Maar misschien kijk ik
ook wel undercover. Moet ik even nadenken. En ik heb Rex. Even kijken hoor. Ja, Studio Sports. Oh! Oh ja, om 7 uur. Mijn vader had trouwens ook deze nog meegenomen. Die had mijn moeder een tijdje geleden al gekocht, maar die was hij vergeten. Dit zijn gelpennen. En er zitten dus neonkleurtjes in. En hierdoor, dit zijn de pastelkleuren. Die vond ik wel super leuk. Die had mijn moeder al een tijdje geleden gehad. En die zou mijn vader meenemen. En de mini twinmarkers. Die zijn ook nieuw. Dit zijn ook wat leukere kleurtjes. Ook een nieuw opbergboxje. Dus die had hij ook eventjes nog meegenomen voor mij. Dus ik ga jullie al gewoon morgen weer zien. Ik heb eerst mijn schoenen uitgetrokken. Want kijk, ik heb een beetje dikke voeten. Dus ik ga nu even douchen. En dan ga ik de boel even opruimen. En dan zou ik bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 14 september en ik ben klaargemaakt. En ik heb vandaag best wel wat dingen op de planning staan. Maar het zijn hele korte dingetjes die ik moet doen. Dus even wat beantwoorden. Dus op zich is het niet heel veel. Wat ik ga doen, ik ga allereerst eventjes de vuilniszak naar buiten gooien, want die is heel erg vol. Natuurlijk van al het van gisteren en nou, die moet gewoon even naar buiten. Ik heb nog wat pakken die erbij in kunnen. Dus dat is punt 1. Ik moet even de slingers moeten er eventjes af. Even de kattenbakken weer scheppen en even heel goed stofzuigen, want het is best wel een beetje een bende. Even een was aanzetten, dat is heel belangrijk, want mijn wasmand die pelt uit. Het is echt niet leuk. Daarna wil ik even een video opnemen en eventjes bullet journalen. Dus dat is even de planning. Ik heb gisteravond mijn nagels gedaan en hoe tof is dit kleurtje? Ja, ik ga hier heel goed op. Dat is dus dat neonlakje van Catrice. Deze collectie ligt op het moment in de winkel. Dit is de roze dus. Dit is dus de kleur C04 Flashy Pink. Ja, ik vind het leuk. Ik hou hiervan. Ik heb geprobeerd mijn lippen er een beetje mee aan te passen. Maar hij droogt nu wat matter op. Dus mijn nagels zijn wel een stukje lichter. Maar ik had niet echt een heel erg bijpassend neonkleurtje of zo. Ja, ik heb er eentje. Maar nou, ik dacht, ik heb zin om hier iets mats op te doen. Ik heb meegedaan aan weet ik veel gisteravond. Was leuk, was gezellig. Was prima te doen eigenlijk. Daarna heb ik even van God losgekeken. Ja, het was, weet je, ik vind het altijd een beetje moeilijk. Ik vond het op zich een hele mooie uitzending. Want ik kon me deze niet zo goed meer herinneren. Het zijn wel allemaal herhalingen die ze uitzenden. En sommige die hebben ze wat vaker uitgezonden dan de andere. Deze viel daar niet onder. Dus ik wist niet meer zo goed wat er ging gebeuren. Dat vind ik dan wel leuk. Maar dit is natuurlijk wel, op zich is het wel triest. Want het zijn natuurlijk wel, oké, dit is gespeeld. Maar de verhalen zijn wel echt gebeurd. Dus aan de ene kant vind ik het raar om te zeggen, ik vind het was mooi. Maar eigenlijk is het natuurlijk niet mooi, want er gaat iemand dood. Maar dit is, wat ik gewoon heel interessant vind, is dat ze van moordzaken, die dus ooit echt zijn gebeurd, dat ze daar toch een beetje het verhaal van uitzenden wat er nou aan vooraf ging. Ook al worden de verhalen vaak wel wat verdraaid. Ik heb van deze toevallig niet teruggekeken. Meestal doe ik naar de uitzending eventjes kijken van, oh ja, op welke persoon was deze moord gebaseerd. En probeer ik eventjes globaal een beetje het verhaal erachter te lezen om te kijken wat de overeenkomsten zijn. Dat heb ik bij deze nog niet gedaan. Dat wil ik eigenlijk nog wel even doen, gewoon omdat ik het interessant vind. Ik heb even mijn foto's bewerkt en ik heb nog een stukje gekeken van, moet ik even heel goed nadenken hoe dat heet hoor. Reportage. Maar dat was een beetje apart, was niet helemaal mijn ding. En wat ze tegenwoordig doen is dat ze dan gaan ze eerst degene van de week daarvoor uitzenden en daarna komt pas de nieuwe. Dus die nieuwe die krijg ik dan niet meer mee, want dan ga ik al Netflixen en toen heb ik weer Marcella gekeken. Maar dat is een beetje verwarrend, dus ja, je krijgt het niet 100% mee, maar oké. Ik vond het vroeger een heel mooi programma. En ik heb direct gekeken, dus dat was eigenlijk een prima avond. Ik heb niet heel veel gegeten, een heel klein beetje, want ik zat eigenlijk best wel vol. Ik had voor mijn doen al best wel wat gegeten. Er zijn gewoon 60 mini frikandelletjes doorheen gegaan met 5 mensen, dus... Nou, dat is best netjes. En ik had gewoon chips op tafel staan. Dus ja, weet je, voor mij doen is dat best wel veel eten. Omdat ik het normaal niet gewend ben.
Het zou vandaag 26 graden zijn, maar dat is het ook wel, gaf hij aan. Maar ik had het gewoon fris. Ik had eens een kort broekje aan. Ik heb wel het nieuwe shirtje aan van de Aldi. Die ook echt heel goed zit. Dus ik had wel korte mouwen aangetrokken. Maar ik heb toch daarna mijn rok maar weer met mijn legging aangetrokken. Dus op zich, nou ja, prima. Ik ga nu eerst eventjes wat doen. Ik ga eerst even de vuilniszak wegbrengen en stofzuigen en zo. Dan zorg ik dat ik eerst even kan gaan filmen zo meteen. En dan zal ik jullie met bullet journal er wel eventjes bij zetten. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Goed, inmiddels staat de video erop. En heb ik genoeg gedaan. Ik moet even een haar in de prullenbak gooien. Ik heb, zoals je kan zien, een nieuwe zak in de prullenbak. De oude is eruit. Mijn wasje die draait lekker. Oh, er ligt hier wat wasmiddel op de grond. Dat moet even weg. De slingers zijn weg. Er hangen hier en daar nog wat ballonnen. Maar voor de rest is, ja, ik heb mijn 29 nog hangen. Dat moet nog even eraf. Maar weet je, het is in ieder geval weer eraf. De video is opgenomen, dus ja, ik heb alles weer gered. Nu ga ik even wat dingen die in de koelkast staan naar boven doen en de slingers. En dan ga ik nog even bullet journalen en dan kan ik jullie wel even bijzetten. Het is nog vroeg, maar het is wel lekker dat alles alweer gedaan is wat ik wilde doen. Ik heb wel even de ventilator neergezet, meer voor de katten dan voor mij. De deur staat open in de keuken, dus wat dat betreft ben ik tevreden. Dus nu ga ik eventjes deze spullen opruimen, de slingers naar boven en even wat dingen pakken. Zo, ik was klaar. Ik was even door met Cincy Magazine aan het bladeren. Die had ik gekregen gisteren. Vind ik echt super leuk om even door zo'n blad te bladeren. Ja, ik weet niet of de knopjes die ik nu heb, of die nog goed passen bij mijn oorbellen die ik nieuw heb gekregen. En aangezien die ook steeds een beetje pijn doen, twijfel ik of het daar aan ligt. Dus ik had nu een paar leuke gezien. Maar ik weet niet hoe groot die zijn. Want ik zie hier dus niet op het plaatje dat iemand ze om heeft. Zul je zien dat ik ze nu niet meer zie. Die heb ik net door het blad zitten bladeren. En heb ik hem weer dicht ge... Oh ja. Deze lijken me ook wel heel mooi. Een soort veetjes. Het lijkt me ook wel heel erg leuk. Dus ja, ik ben even aan het kijken. Ik heb nu zelf dan deze. Die vind ik ook wel heel tof. Maar die doen dus een beetje zeer. En die gaan dus draaien. Ik ben even aan het kijken. Want ik zie hier op het plaatje hebben ze ze niet in. Dus ik weet niet zo goed hoe ze in het echt qua grootte zijn. Maar goed. Dat geeft niet. Ik had trouwens ook nog een rollade gekregen van mijn moeder. Die neemt meestal ook nog wat extra lekkers mee voor ons. En ik weet niet, met Nathalie's verjaardag had ze... Ik weet niet meer precies wat ze had meegenomen. Volgens mij ook iets van sperps of zo, volgens mij. Maar ik weet niet precies. En nu had ze voor mij lekker een rollade meegenomen. Die heb ik nu even in de vriezer gedaan. Die is wel tot 18, de 18e goed. Het is nu de 14e, dus dat zou tot vrijdag zijn. Maar deze week ga ik hem niet eten. Misschien dat ik hem zondag wel lekker ga maken. Dus ik heb hem voor de zekerheid even in de vriezer gedaan. De was is nog niet klaar, maar de slingers zijn weer netjes opgeborgen. Ik heb even lekker de doelops gedaan. Ik heb momenteel in mijn mus gewoon niet zo heel veel inspiratie, merk ik. Maar ik ben wel even lekker bezig geweest en ik ben wel heel tevreden met alles wat ik heb gedaan. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Vanavond heb ik kopers... Of kopers, maar kijken wil ik zeggen, nee. Vanavond kijk ik naar
voor hetzelfde geld. En ik hoop dat dit wel een nieuwe is. Er stond wel bij het voorstukje nieuwe aflevering. Maar ja, die van vorige week was dus een herhaling. Daarna heb ik Chateau Meiland. Ik moet mijn artikel even schrijven. Ik heb vanavond Marcella en Rex. Ik moet nog even kijken wanneer ik aan de cover ga kijken. Maar ik denk dat ik vanavond nog even voor Marcella ga. Straks douchen, lekker eten en dan de bank op. En ook weer lekker GTS'd. Want nu eindigt het best wel spannend. En dan denk je, shit, waarom kan ik niet doorkijken? Maar ja, shit. Het is zo. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik heb nu verder niks meer te vertellen. En we gaan even lekker relaxen. En genieten van deze intense felle kleur nagels. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 15 september. Ik ben klaargemaakt. Het is Prinsjesdag vandaag. Ik zal vanavond wel horen wat er gezegd is. Als het tenminste een beetje in normaal Nederlandse taal vermeld wordt. Want die moeilijke woorden die de koning vaak gebruikt, snap ik niet zo heel goed. Maar oké, we zullen het wel gaan zien. Ik kijk er ook eigenlijk nooit naar op tv. Ik ben er ook niet echt mee bezig. Dus. Maar goed. Het is 29 graden als het goed is. Dus het is wat warmer weer. Maar goed, morgen is de laatste dag. Dus dikke prima. Oh, het is 31 inmiddels. Ja joh, top. Maar ik heb wel korte kleding aan, want ik ga zo aan de gang. Gisteravond heerlijk televisie gekeken. Voor hetzelfde geld was een leuke uitzending. Wel jammer, want ze hadden een huis gevonden in Zeeland. En die man en die kinderen waren helemaal op hun plek. En die vrouw die kon zich er niet aarden, dus ze hebben het uiteindelijk niet gedaan. Dus dat heb ik gekeken. Daarna heb ik Chateau Meiland gekeken, wat ook weer lachwekkend was. Alleen, Martien is wel heel erg vloekerig. Hij vloekt wel heel veel en het was steeds weer wat goed. En nou, hij vond alles weer leuk en of hij is heel blij en dan is alles echt top. Of hij is echt heel boos en dan is alles echt drama, bagger. Was leuk. Ik heb Marcella gekeken, ik heb Rex gekeken. Het artikel is online gekomen, dus allemaal goed gegaan. Dus dat was allemaal gewoon, eigenlijk ging het wel lekker voorspoedig. Dus ja, een beetje mijn laptop nog een beetje opgeruimd. Dus ja, alles gaat wel lekker. Verder eigenlijk niet heel veel te vertellen. Ik had lekker gegeten, goede tijden, was leuk. Dus het was eigenlijk allemaal prima. Nu ga ik zometeen de kattenbakken doen en de gang en de douche. En daar bij de douche ga ik jullie dan bijzetten. Maar ik ga eerst beginnen met de kattenbakken, want die ruiken nu met het weer toch wat meer. Dus die ga ik even lekker leeghalen en even lekker schoonmaken. En ja, verder heb ik eigenlijk niet een hele lange introductie, want er is niet zoveel gebeurd. Wat nog wel, dat was heel fijn. Mijn deuren piepen niet meer. Mijn deur, ik weet niet, misschien heb je het wel eens gehoord, maar mijn deur die piepte. Dus de keukendeur die piepte echt als die open ging. Toen had ik mijn moeder van de week aan de lijn en die hoorde dus, ik heb hem altijd op luidspreken. Dus zegt ze, ja wat piept er toch zo? Ja, dat is mijn deur. Oh, zegt ze, dan moet je even van de 240 halen. Zij dacht dat Lidl dat ook had en ik had het nooit gezien. Ik weet wel dat Action het heeft. Zeg ik van, nou, ik zal eens kijken. Nou, zegt ze, ik neem het zondag wel mee, want zij had het nog staan. Dus zij heeft die deur ingespreid en echt, het gepiep is over. Hoe fijn is dat? Dat is echt heel fijn, want echt piepende deuren, dat is gewoon verschrikkelijk. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Goed, ik ga sop maken, kattenbakken leeghalen en dan gaan we lekker aan de gang en een muziekje aanzetten. Ja, je had het misschien al door, maar ik zei heel leuk, ik ga jullie erbij zetten en ik weet niet wat er gefilmd is, want mijn kaartje zat vol en ik had dit gewoon niet in de gaten. Dus het was gewoon niet slim. Ik liep een beetje achter met de planning, ik had tussendoor niet de tijd om hem nog even snel te legen, omdat het gewoon allemaal wat trager ging. Ik ook wat trager was vanwege de warmte, dus dat is niet gelukt. Dus ik denk dat er geen beelden zijn. Ik heb nog geprobeerd mijn telefoon erbij te zetten. Dat was geen doel, want ik kon het nergens tegen aanzetten. Dus ik dacht, nou weet je, laat maar wezen. Ik heb gelukkig wel weer een volle week vlog voor jullie. En op zich maakt het niet uit om Michette schoonmaken van de douche. Want dat doe ik wekelijks. Dus ja, ik vind het dan wel vervelend. Maar soms moet ik er iets makkelijker in worden en het ook gewoon loslaten. Maar alles is schoon. De gang is weer heerlijk schoon. De douche is weer heerlijk schoon. De katten hebben weer schone bakjes, zowel van het eten als van het drinken. Hun hebben ook net gegeten, dus
Ja, wat dat betreft was het een prima planning, maar ik was gewoon, ja... Het kwam vandaag niet zo makkelijk eruit. Maar goed, het is allemaal weer gedaan. En de kattenbakken zijn ook weer lekker schoon. En nou, ik ben wel heel tevreden. Vanavond kijk ik Frank en Rogier checken in. Daarna kijk ik Getekend voor het Leven. Dat ga ik even opnemen, want dat komt om 9 uur nu ook. Vanwege het voetbal. Ik heb Marcella en ik heb Rex. En dan denk ik dat ik morgenavond Undercover ga kijken. Of zal ik het vanavond doen? Keuzes. Nou, ik ga nog even over nadenken. Dat weet ik nog niet. Verder moet ik foto's bewerken. Dus het wordt gewoon weer een basic avondje. Maar ik hou ervan. Ik heb de groenten klaarstaan. Die overigens niet heel fris meer rook. Maar toen ik de water overheen goot, kwam de geur wel weer een beetje terug. Oh ja, en ik ga de vlog afmaken. Dan is het kaartje sowieso leeg. Dus dat is sowieso even de planning. Ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht drukken aan het einde van deze video. Of op mijn kanaal zelf. Als je daar die rode button aandrukt, ben je geabonneerd. Het is helemaal gratis. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aandrukt, krijg jij een melding zodra er voor mij een nieuwe video online komt. Ja, voor nu nogmaals bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!